dan elkaar een hand geven. Het was een vervelende periode met elkaar, maar we hebben het toch goed afgelost. Prinsjesdag komt eraan. We zijn hier op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. En we staan voor de deur van Eddy van Marem, staatssecretaris Herstel Groningen. En we gaan hem eens vragen of hij er al klaar voor is. Hallo. Dag, hallo. Nou, je eerste Prinsjesdag als bewindspersoon. Ben je er klaar voor? Ja, ik ben er helemaal klaar voor. We zijn net weggegaan om de jacket te regelen. En een hele nieuwe ervaring, maar ik heb er heel veel zin aan. Dat is goed. Mogen we een kijkje nemen in uw kantoor? Ja, zeker, Smaartag. Kom binnen. Heeft u de afgelopen dagen, maanden ervaren hier op het ministerie van Binnenlandse Zaken? Elke dag ga ik met plezier naar het werk, hier of in Groningen. Ik heb gemerkt dat de mensen hier gewoon heel gedreven zijn, ook echt goede dingen voor Groningen willen doen. Ja, en we gaan nu met elkaar proberen om de goede bedoelingen in de uitvoering bij elkaar te krijgen, zodat de Groningers er ook wat van merken. En het is niet alleen Groningen, het is ook Noord-Drenthe. Dus we hebben de Drentse vlag, we hebben de Nederlandse vlag en uiteraard de Groninger vlag. U heeft een voorwerp meegenomen, die zie ik hier op tafel liggen. Kunt u daar iets meer over vertellen? Het zwaard van Damocles is gemaakt door John Lanting. En John Lanting die heeft dit gemaakt in de categorie gaswinning, Groningen, kunst en kunst als therapie. Die heeft op een duur heeft hij best wel felle acties gevoerd, omdat hij het er echt niet mee eens was. Die heeft zich daar zo voor ingezet dat hij uiteindelijk is hij daar ziek van geworden. En hij heeft dit zwaard gemaakt die als een soort van rijdende tentoonstelling door Nederland gaat. En ik mag hem ook een poosje hebben. En ik ga hem gebruiken als het zwaard Excalibur. Dat wil zeggen het zwaard van koning Arthur die streed voor de mensen. Dus voor de Groningers. Voor de Groningers en voor de Noord-Drenthe. Want dat vind ik wel heel belangrijk. We moeten niet het zwaard hebben wat erboven hangt. We moeten het zwaard hebben wat er voor ze strijdt. Zodat de hand die bedoeld is van leg er alsjeblieft in wat we verdiend hebben. Dat het weer een uitgestoken hand wordt die wij vanuit Den Haag in de richting van de Groningers doen, dan elkaar een hand geven. Het was een vervelende periode met elkaar, maar we hebben het toch goed opgelost. U bent natuurlijk staatssecretaris in Den Haag, maar u werkt ook in Groningen. Hoe zit dat? Ja, ik ben staatssecretaris ook in Den Haag en ik werk vooral in Groningen. Ik werk 3 dagen in de week in Groningen, omdat ik het heel belangrijk vind dicht op de uitvoeringsorganisaties te staan, dicht op de bestuurders te staan en daar ook gewoon in de regio met de mensen aan de gang te zijn. Maar uiteraard ben ik ook in Den Haag om al die collega's van mij die meewerken om Groningen weer naar een hoge pijl te krijgen. Om die mensen ook constant te blijven herinneren dat Groningen in het noorden is. En het is niet verder van Den Haag naar Groningen als van Groningen naar Den Haag. En naar die afstand ga ik ze later overbruggen.